Wereldwijd is er jaarlijks op 19 november, Wereldtoilettendag, aandacht voor problemen rondom sanitaire voorzieningen. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie roepen op actie te ondernemen om duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 6 te bereiken. En wel water- en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030. Het thema van Wereldtoilettendag 2020 is duurzame sanitaire voorzieningen en klimaatverandering. Voedseltechnoloog en microbioloog Ricky Stuttgart zegt dat een toilet erg belangrijk is voor het realiseren van goede hygiëne. Ontlasting heeft een heleboel ziektekiemen, dus handen wassen is hierbij erg belangrijk. Het is namelijk zo dus dat zo'n 2,4 tot 2,5 miljard mensen hebben niet de beschikking over goede sanitair, over goede toiletten. En het onderzoek is namelijk gebleken dat jaarlijks 1,8 miljoen mensen sterven aan ziektes die gerelateerd zijn aan uitwerpsels, aan fecaliën, ontlasting, die niet op een goede manier worden opgeslagen. Van deze 1,8 miljoen zijn het 800.000 kinderen, jonger dan 5 jaar. En als je dus een berekening maakt, dan praten we dus over 2200 kinderen per dag. En dat zijn eigenlijk 70 volle schoollokalen. Er moet meer gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen een toilet heeft om zijn behoeften te doen en de handen in voldoende mate te wassen, zegt de microbioloog. Ik vind zelf dus dat er nog te weinig openbare toiletten zijn in Suriname. En met zo'n dag, 19 november, moet dus dan die bewustwording komen om meer van deze openbare toiletten te realiseren in Suriname. In elk geval, openbare toiletten zorgen ervoor dat de hygiëne in het land, het totaal land, opgevoerd wordt. En daarom hebben we dat soort dingen nodig. Mensen moeten bijvoorbeeld die moeite doen om hun handen te wassen, omdat wanneer je naar het toilet bent gegaan en je hebt je behoefte gedaan, dat onderzoek heeft aangetoond dat je mag nog zoveel toiletpapier gebruiken. Een duizendste gram ontlasting komt op je vingertoppen. En op een duizendste ontlasting kan een gram ontlasting kan er altijd dus nog 100.000 tot een half miljoen bacteriën voorkomen. En tot die groepen horen er de ziektekiemen. Voedseltechnoloog en microbioloog Ricky Stuttgart over het belang van een goed toilet. Hij stelt zich op het standpunt dat niet alleen op 19 november, maar het gehele jaar door aandacht moet zijn voor goede toiletten.